Het tarief voor een stadsrit is verhoogd. Vanaf woensdag moet er 1 SRD en 85 cent worden betaald voor een busrit binnen Paramaribo. De particuliere lijnbusorganisatie PLO, onder leiding van John Mahadeo Singh, zegt dat hij na lang onderhandelen met het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie de verhoging van 35 cent heeft kunnen afdwingen. Deze verhoging zal tot en met 31 juli 2017 gehandhaafd blijven. Na juli moet er wederom een verhoging worden doorgevoerd. Vooral als de regering besluit om de subsidies aan de buschauffeurs stop te zetten, zegt Mahadeo Singh. Zonder subsidie is het ideaaltarief 2 SRD 70 cent, zegt de PLO-voorzitter in gesprek met onze nieuwsdienst. Als voorzitter ben je nooit tevreden. We proberen een tarief te vragen aan het ministerie dat het volk tevreden is en ook de bushouders. Maar als ik zeg dat wij allemaal tevreden zijn, dan zeg ik nee, omdat we dan niet de reële tarief hebben gehad. Wat we hebben gehad is een voorlopig tarief tot 31 juli. En dan gaan we daarna weer onderhandelen. Of voor 31 juli gaan we weer aan tafel zitten. En dan gaan we praten over een reëel tarief, wat eigenlijk de bushouders toekomt. Wat zou reëel zijn? Voorlopig, dus als we gaan kijken naar de dieselprijzen, de situatie, fluctuaties van de koersen, dan zouden we op 2,70 moeten zitten in de stad. Dus meer dan wat Sahadeo Lal eigenlijk opeist. Hij vraagt naar 2,50. Ja, maar hij vraagt 2,50, maar ik weet niet waarop gebaseerd is. Wij hebben een calculatie gemaakt en als wij kijken naar de huidige situatie, dan komen we op 2,69, dus zeg maar 2,70 voor de stad. Mahadeo Singh zegt verder dat de organisatie prettig heeft onderhandeld met minister Jerry Miranda. Hij vindt het meer dan logisch dat indien de subsidie wegvalt, het ministerie wederom aan tafel gaat zitten met de groep. Kijk, als je bepaalde dingen afschaft, bijvoorbeeld de compensatie, dan moet je meegaan. Want de compensatie is iets wat we dus nog kunnen compenseren met de dieselprijs. Dus daar kunnen we nog meegaan. Maar het moment dat je zegt dat je de dieselcompensatie gaat afschaffen, dan gaan we praten over een tarief. En hoe je de andere mensen gaat subsidiëren, weet ik niet. Maar je moet toch overgaan naar subjectsubsidie. Dan ga je de sociaal zwakkeren in de gemeenschap moeten subsidiëren. Dan de bushouders niet meer. Maar dan gaan we praten over een reëel tarief. Meneer Mahadeo Singh, er wordt nogal veel kritiek geuit vanuit de groep van Sahadeo Lal op uw functioneren. Wat heeft u hierop te zeggen? Ja, heel weinig. Ik bedoel, meneer Sahadeo Lal mag kritiek leveren. Ik ben er nooit van wakker gebleven. Kritiek moet je blijven leveren, maar je moet opbouwen kritiek leveren. En wanneer het uitkomt of wanneer het toekomt aan de bushouders, daar heb ik geen problemen mee. John Mahadeo Singh, voorzitter van de PLO, in gesprek met onze nieuwsdienst. Binnen de PLO is er ontevredenheid ontstaan om de 35 SRD cent verhoging. De groep van Suraj Sahadeo Lal, gebundeld in het actiecomité Belangenbehartiging Particuliere Lijnbushouders, vindt dat in deze fase een bedrag van 2 SRD 50 cent moet worden gevraagd aan passagiers.